Het gedrukte woord neemt een belangrijke plaats in onze samenleving in. Neem nu alleen eens de krant. Veel toegewijde arbeid en vooral vakkennis liggen er aan ons dagelijkse krantje ten grondslag. Vakmensen zijn de hele dag druk in de weer om het nieuws te bereiden. Zij zullen hun kennis kunnen overdragen op de jonge garde. Nog beter zullen de jongeren de fijne kneepjes leren op een van de scholen voor de grafische vakken. Bijvoorbeeld op de grafische school in Utrecht, die onlangs 25 jaar bestond. In de school bevindt zich een modern ingerichte handzetterij, waar de leerlingen vingervlugheid in de omgang met kapitalen en onderkastletters leren. Dat wil zeggen met de hoofdletters en de kleine letters. Dit jong maatje weet zich al goed aan de regel te houden die hij letter voor letter in zijn zethaak vormt. Ook het machinale zetten wordt op de school geleerd. Bij deze veel snellere methode wordt elke getikte regel in de zogenaamde regelhaak getransporteerd en in zijn geheel in lood gegoten. Het cliché maken is een ingewikkeld procedé, doch de leerlingen moeten ook dat onder de knie krijgen. Hierbij wordt bijvoorbeeld van een foto of tekening langs fotografische weg een glas- of filmnegatief vervaardigd, dat later, om het drukken mogelijk te maken, onder meer gekopieerd wordt op een zinken of koperen plaat. Handzetsel, machinezetsel en cliché komen dan bij de opmaker die de pagina samenstelt, waarbij nogal eens wat passen en meten komt kijken. En tenslotte ondergaat zo'n pagina zijn laatste grafische bewerking, het drukken. Natuurlijk zullen de leerlingen, nadat ze de school hebben verlaten, in de praktijk nog heel wat moeten leren. Maar dat ze na deze gedegen vakopleiding beslagen ten ijs komen is zeker. Gevaar voor het uitblijven van ons dagelijkse krantje bestaat er niet.